Zo, dan wacht ik af dat mensen live komen kijken. Ja, er komt er één persoon. Ja. Ja mensen, hallo, hallo iedereen, welkom. Hoe gaat het met jullie allemaal? Ik had aangegeven om eerder live te komen, maar vanwege het feit dat Wika aan de gang is en heel veel mensen naar Wika kijken, heb ik gemeend om het een dag na de onafhankelijkheid te doen. Ten meer ook omdat ik de mening ben toegedaan dat ik toch wel wilde weten van hoe hebben mensen die residentie ervaren? Wat was hun ervaring met die onafhankelijkheid? En we weten dat Suriname op dit moment door hele moeilijke tijden gaat. En vele Surinamers vragen zich af van sa in Swedish Ranang. En daarom ook mijn titel Saipsa in Sranang en de onafhankelijkheid, de naamsrevidentie. Laat me allen ook meegeven dat de residentie er is voor ons allemaal die ons Surinamers voelen. Er zijn een heleboel mensen die zeggen van ja, maar waarom moeten we onafhankelijk worden? Waarom is het niet te snel? Is het niet te vroeg? Daarover kunnen we een hele lange discussie voeren. Per slot van rekening staan we er vandaag 47 jaar in die onafhankelijkheid. En we kunnen zeggen dat we nog een hele jonge natie zijn. In vergelijking met andere landen die al 200 en 300 jaar onafhankelijk zijn. En nog steeds door heel veel problemen gaan. Moeten we zeggen Suriname is een jonge natie. Als we die natievorming al hebben. Ik zeg nee, we hebben nog een hele lange weg te gaan. Maar daarom moeten we blijven praten. Elkaar blijven ondersteunen. Die empowerment blijven geven. Om verder te komen. Er zijn vele zaken gegeven onder mijn post. Toen ik zei dat ik live ging. Waarbij een heleboel mensen zich afvroegen. Van, wat staat er met de koers? Koers Osaka, wat gebeurt er? Ik heb mijn post gezet op mijn live. En ik heb ook aangegeven van mensen. Die koers gaat niet naar beneden gaan. Omdat we niet een probleem hebben met de US dollar. Er is een probleem met onze SRD. En een probleem met onze SRD is dat hij die kracht niet heeft. De productie is veel te laag. De inkomsten zijn veel te weinig. En de begroting van de staat is veel te groot. Waardoor we niet in staat zijn die SRD die kracht te geven om stabiel te worden. En we weten dat er een heleboel zaken spelen rondom het vertrouwen naar die regering toe. We merken dat velen een beetje teleurgesteld zijn en denken van Samsa, Sanewaka. Weet je, de prijzen in de winkel zijn schrikbarend hoog. Het gaat niet goed. Maar moeten we bij de pakken neerzitten? Moeten we zeggen van het gaat niet goed, dus Meluku Seipsayer? Nee. We moeten opkomen, we moeten samenwerken, we moeten nadenken hoe gaan we die problemen oplossen. Wat gaan we concreet doen om het beter te laten gaan voor Suriname? Want we zijn eenmaal begonnen, we zijn eenmaal bezig om die ontwikkeling te brengen. Wat doen we? En ik heb recentelijk in een interview gezegd van, we hebben nog een lange weg te gaan. Voor 25 mei 2025 gaan we geen noemenswaardige verbeteringen zien. Dat zeg ik u vooraf, zodat u het weet. Weet je, u heeft niets aan beloftes. U heeft niets aan het feit dat men u zegt van er is ergens licht. Er is geen licht. We hebben nog een paar duistere momenten te gaan. Het gaat nog even heel zwaar zijn voor ons. Maar wat we moeten doen is kijken van hoe gaan we elkaar empoweren. Want dit land is van die Surinamers. Het is van ongeveer 600.000 wereldbewoners. Die Surinamers zijn, is dit land. Wij moeten nu gaan nadenken, hoe gaan we elkaar empoweren om vooruit te komen. En we moeten van de regering gaan afdwingen. Want vele mensen zeggen, weg met Chan, weg met dit, weg met dat. Maar u moet niet vergeten, u heeft, of tenminste de meeste Surinamers zijn naar de stembus gegaan.
Ze hebben ze 20 zetels gegeven. De VHP gaat niet sowieso 1, 2, 3 weggaan. Ja? Dus u moet bij de volgende verkiezing weten, hoe gaat u stemmen? Toch stemt u niet op loze beloftes, dat is even sideline. Stemt u op mensen die u de waarheid vertellen. Toch, dus ik snap die wrok, ik snap die haat, ik snap die woede. Weet je, maar het belangrijkste is op dit moment dat we nagaan, wat gaan we doen om elkaar die empowerment te geven, zodat we vooruit kunnen komen. Zodat we het hoofd boven water kunnen houden en weten van, oké, wat doen we? Ja, wat doen we om zaken beter te laten gaan? Niet alleen voor grotere groepen, maar alvast binnen je gezin, binnen je omgeving, binnen je buurt. Ja, en van hieruit doe ik een beroep op de buurtorganisaties, op de jongeren die binnen de buurt bezig zijn, om niet op te geven, verder te gaan. Laten we nagaan hoe we elkaar de kracht geven om te blijven investeren in wat we kunnen doen. Bijvoorbeeld, een van de dingen die we sowieso moeten oppakken is jongeren stimuleren om naar school te gaan. We merken dat heel veel jongeren het niet meer zien zitten van ja, waarom moet ik naar school gaan? Wat moeten we doen? En dat soort zaken. Dus heel erg belangrijk is dat we jongere organisaties die empowerment geven om te blijven investeren in het positieve. Ja, jongeren te blijven empoweren om door te studeren, hoe moeilijk het ook is. Ja, dat is heel, heel erg belangrijk om dat mee te nemen. Verder is het ondernemerschap super belangrijk. We hebben heel vaak het erover en ik ben de mening toegedaan dat we meer moeten gaan bundelen om die ondernemerschap te stimuleren. Want dat is een van de belangrijkste sleutels om het beter te laten gaan. En ook ondernemen binnen je gezin. Zaken doen om het beter te laten gaan. In die zin van, oké, wat, ja, je vraagt je af, wat ga je nu kunnen besparen? Maar wat kunnen we samen doen om het beter te laten gaan? Hoe kunnen we bijvoorbeeld leren van, we weten dat brood duurder gaat worden. Wat kunnen we doen om te vervangen? Want daarover moeten we nadenken. Als we kijken naar de wereld, gaat het tussen nu en eind 2023 echt niet beter worden. Dus we moeten gaan kijken, hoe vervangen we? Wat doen we om het beter te laten gaan? Ja, brood wordt sowieso duurder en het blijft niet bij deze prijs. Het gaat verder stijgen. Dus we moeten gaan nadenken, wat gaan we doen om het verder te laten gaan, zodat mensen vervanging hebben, weet je. Dus wij moeten nagaan hoe we elkaar die empowerment geven binnen het gezin, binnen die samenleving, binnen groepen, binnen structuren. Want dat is wat we nu nodig hebben. We kunnen heel veel gaan praten over die problemen die er zijn, want die problemen zijn er, maar we moeten met gerichte oplossingen komen. Gerichte oplossingen. En een van de dingen die ook heel erg belangrijk is op dit moment, en wanneer we kijken naar Suriname, is we moeten ervoor zorgen dat naast het ondernemerschap we werken naar gezinnen empowerment. En 17 december launchen wij een project vanuit SOSAVO. En ik vind dat we nu moeten handelen om de sociaal behoeftige gezinnen de tools aan te reiken. En kijk, hoe uitzichtloos de situatie ook is, we hebben het reeds gehad in het verleden. Heel veel problemen. Maar we zijn verder gegaan en we staan er nu weer voor dezelfde zaken. Dus we moeten gezinnen tools gaan geven. We moeten gezinnen die handvaten reiken, zodat het beter kan gaan voor ze. 17 december launchen we het project. En met het project zullen we ervoor zorgen dat we vanuit SOSAVO gerichte begeleiding geven aan gezinnen. Zodat die gezinnen met de begeleiding die ze krijgen, weten hoe ze uit die armoede moeten komen. Want dat is heel erg belangrijk. Heel erg belangrijk om die gezinnen die empowerment te geven. Verder moeten we sowieso eraan blijven werken om mensen bewust te maken van de keuzes die ze maken. Dus met het gezinsversterkingsproject moeten wij dat blijven doen. Ja, dus dat is
heel, heel erg belangrijk. En we moeten nagaan als samenleving, ja, hoe we die empowerment die we die gezinnen geven, dat we het laten zien als te zijn een voorbeeld om die gezinnen die handreiking te geven om verder te gaan. Dus heel erg belangrijk op dit moment zijn deze zaken die we sowieso mee zullen nemen richting het feit dat we die sterke gezinnen moeten stimuleren. Laat me daar ook verder dit van zeggen. Kijk, ik zie dat mensen een heleboel zaken plaatsen. Zij die sowieso schelden of dan wel niet correct zijn, worden verwijderd uit de live. Dus dat moet u ook weten. U wordt geblokkeerd, zodat u het niet meer volgt. Weet u, houdt u uw comments netjes. En dat ben ik vergeten aan het begin van mijn live aan te geven. Dat je de comments netjes moest houden. Doet u dat niet, ga ik u straks wel blokkeren. En dan mag u onder elke iedereen's live gaan die u vindt van, hey, weet je, met die persoon wil ik wel, die persoon wil ik wel volgen. Dan mag je dat doen. Ja, en u bent niet verplicht om naar de live van mij te kijken, helemaal niet. U bent helemaal niet verplicht, dus als u wilt schelden, wil ik u verzoeken om dat niet te doen, omdat ik u ga blokkeren zo meteen. Als ik klaar ben met die live, ga ik het echt doen. Omdat ik vind dat we moeten nagaan hoe we samen kunnen werken aan oplossingen. Want ook al hoeveel u scheldt, ook al hoeveel u uw dingen aangeeft, als we niet samen gaan denken hoe we die problemen gaan oplossen, zullen we ook niet samen vooruit komen. Ja, we weten allemaal hoe moeilijk het is. We weten allemaal hoe tof het is. Ja, en we moeten de waarheid aan elkaar vertellen. Op dit moment gaat het niet goed. Ja, maar als wij hier zitten en niet kijken hoe we moeten oplossen en wat we kunnen doen om elkaar te helpen, dan gaan we zitten met de problemen. Dan gaan we zitten met de voldongen feiten dat het niet beter zal gaan. Ja, ik probeer met mijn life je tools aan te reiken. Toch? En misschien is het niet in één keer de beste oplossing, maar het is een aanreiking. Ja, het is een aanreiking om na te gaan van wat we kunnen doen om vooruit te komen. Ja, en het hoeft niet zo te zijn dat we ja, kijken wat er vandaag gebeurt. Maar we moeten kijken wat gebeurt er in de toekomst. Ja, en soms willen we mensen niet volgen. Je bent niet verplicht. Je bent helemaal niet verplicht mevrouw Etnel te volgen. Absoluut niet. Het is je vrije keus om dat te doen. Ja, het is je vrije keus om te volgen. Maar wat ik wel doe is, ik zorg er wel voor dat als je niet correct blijft, dat ik je vriendelijk bedankt en ik zeg van luister, je hoeft niet meer te volgen, want door schelden gaan we nergens komen. Ja? Door schelden gaan we geen oplossingen bereiken. Door schelden gaan we niets doen om ervoor te zorgen dat we verder op komen. We hebben al genoeg problemen in dit land. We hebben al genoeg zorgen. Ja? We moeten nagaan hoe we het gaan oplossen. En we hebben gisteren 47 jaar onafhankelijkheid moeten vieren. Andere mensen hebben gezegd, we moeten bezinnen. Andere mensen hebben gezegd, nee, laten we bezinnen, maar laten we ook elkaar feliciteren. Maar we moeten verder gaan. We gaan op weg naar 50 jaar onafhankelijkheid. Wat willen we van Suriname? Ja, en ja, het is moeilijk. Ja, we komen niet uit. Ja, we hebben een heleboel te doen. Maar we moeten nadenken hoe we het samen gaan oplossen. Ja, we moeten nadenken wat we doen voor de toekomst. Dus, nogmaals mensen, u bent helemaal niet verplicht mevrouw Etnel te volgen. U bent niet verplicht te kijken naar de live. U bent niet verplicht zelfs uw mening te geven. U kunt gewoon zeggen van nee, ik kijk niet en ik wil niets horen van mevrouw Etnel. Dat is uw vrije keus. De mensen die willen volgen en hun oprechte mening geven. Daar ben ik helemaal
empowerment voor. Dan geeft u uw mening. We hebben oplossingen aan te dragen. Komt u met een oplossing. Komt u met een oplossing wat we kunnen doen om de vele zaken waarmee gezinnen zitten, dat we ze voorbeelden geven hoe ze het kunnen oplossen. Ja, dat we ze voorbeelden geven wat we kunnen doen. Komt u daarmee? Ja, ik geef aan ondernemerschap. Wat geeft u aan? Ik geef aan versterken van gezinnen. Wat geeft u aan? Komt u met oplossingen? Laten we die oplossingen aandragen. En ja, het is moeilijk. Denkt u dat wanneer u scheldt dat het morgen beter wordt? Nee. Het gaat echt niet morgen beter worden. Maar wanneer u met oplossingen komt waar andere mensen mee kunnen werken, dan komen we wel een stap vooruit. En ja, ik ben ook geen fan van wat deze regering doet. Maar is deze regering er voor altijd? Nee. Er komen andere leiders. Wat geven we ze als doel mee? Wat nemen we mee? Gaan we het geschel meegeven? Gaan we het elkaar breken meegeven? Of gaan we elkaar oplossingen meegeven? En ja, dat is wat we moeten doen. En natuurlijk, wat ik Surinamers wil meegeven. U heeft op de mensen gestemd. U heeft ze al die zetels gegeven. Toch? Het belangrijkste wat u moet meenemen op dit moment is, wat doet u bij de volgende verkiezing? Wie plaatst u? Ja, de verkiezingen zijn er straks. Gaat u naar de stembus gaan? Ja of nee? Want als u zegt dat u nu gaat, dan helpt u mee anderen te komen die u weer een heleboel dingen zullen beloven. Dus ik hoop dat u dat meeneemt. Want wanneer u die zetels heeft gegeven aan die partij, dan gaat die partij die al die zetels heeft, zij gaan het bepalen. Zij gaan ervoor zorgen dat er oplossingen komen. En als die oplossingen niet goed zijn, omdat ze de beloftes hebben gemaakt, dan ziet u wat de problemen zijn. Dus een van de belangrijkste dingen is mensen. Neemt u dit ook mee. Leiderschap is heel, heel erg belangrijk om mee te nemen. En natuurlijk, u zegt waarvoor u gaat. U kiest voor wie u gaat nemen en u kiest de leiders. U zegt van, als dit de leiders zijn, zijn dit de leiders. En als ze nou het land verder kapot maken en verder vernietigen, u heeft op ze gestemd. Luistert u naar de leiders die u de waarheid vertellen. Die u zeggen hoe het is. Toch? Die u zeggen van, hey, dit gaat het worden. Ja, ik vertel u één ding zeker. Wij hebben zware offers te brengen. En als u zegt van, ja, ik wil niet aan mevrouw Edna luisteren. Wanneer u terugkijkt naar deze live, gaat u zien van, hey, mevrouw Edna heeft me de waarheid gezegd. Ah, een tof ding. Maar wat doen we? Wat doen we? Wat doen we samen om zaken op te lossen? Dat is op dit moment belangrijk. Dus wanneer ik het heb over Srana Saipsa, komen we er? Ja, we komen er. Komen we er voor 2025? Nee, we hebben nog een heleboel problemen die we moeten ervaren. Ja, en we hebben nog echt wat zware offers te brengen. En het zijn niet makkelijke zaken. Dus ik hoop dat u dat ook meeneemt. En niemand hoeft u te komen beloven van, hey, it's gonna be better. Het gaat niet beter zijn tussen nu en 2025. Absoluut niet. Wat moet u doen? We moeten samenwerken aan oplossingen. Binnenste buiten kijken hoe we elkaar kunnen versterken. In uw buurt, in uw omgeving. En waar beginnen we? Bij het gezin. We moeten de gezinnen empoweren. Daar moeten we aan blijven werken. Die empowerment van die gezinnen. Daarmee moeten we beginnen. Ja? En wanneer we daarmee beginnen, dan kunnen we verder gaan. Ja? 17 december start ik met het project Tappen Je Kracht, Je Eigen Regie. We beginnen met een groep gezinnen om ze die empowerment te geven. Ja, die begeleiding een jaar lang. Zodat we weten dat we deze gezinnen als voorbeeld kunnen nemen. Ja, van oké, ondanks hoe moeilijk het is met begeleiding en coaching, zijn dit de stappen vooruit. Daarnaast, vanuit de coöperatie ODI, waar ik de trekker ben, zijn we bezig met de textielindustrie en de kleine ondernemers binnen die industrie te empoweren. Volgend jaar laat u ook zien dat wij daar heel klein beginnen. Maar we beginnen met de verandering. En wat ik
aan u wil meegeven daarmee is, ik ga niet lopen schelden. Ik ga mijn bijdrage leveren. En dat is wat ik u wil meegeven, Surinamers. Ja, levert u uw bijdrage. Laten we kijken hoe we elkaar kunnen empoweren. Laten we kijken van oké, die begint met iets. Want niet mevrouw Etnel hoeft alle oplossingen te hebben. Er zijn zoveel andere Surinamers die oplossingen hebben. Ondersteun waar u kan. Ja, zodat we verder komen. Ja, op eigen kracht. Want niemand gaat het voor ons doen. Niet die Guyanezen, niet die Brazilianen, niet die Amerikanen, niemand. Wij Surinamers gaan het moeten doen. En we gaan het niet doen door elkaar de hele dag uit te schelden. Door elkaar de hele dag af te breken. We gaan het doen door te kijken wat zijn de oplossingen. En ik zal het blijven zeggen. Ja, ook al hoe u tekeer gaat, ook al wat u tegen me zegt. Deze vrouw blijft positief. Waarom? Omdat er genoeg Surinamers zijn die die empowerment nodig hebben. Genoeg Surinamers zijn die vooruit willen komen. Dus dan gaan we kijken naar die groep Surinamers om ze die empowerment te geven. En hopen dat er anderen zijn die naarmate ze schelden en zeggen van hé, maar waarom verlies ik mijn energie om te schelden? Laat me ook een steen pakken en vooruit brengen. Ken we misschien wat zijn voor je bouw abroji? Ja? En dan kan jij samen verder werken aan de ontwikkeling van dit geliefde land Suriname. Ja mensen, en ik hoop dat u dit meeneemt. Ik zal vaker live komen, ook al hoe, wat, waar. Deze vrouw, deze Surinaamse vrouw, gaat met u praten. Ja, ja, ze gaat u wezen dat we samen dit land moeten opbouwen. Als u nou boos bent of niet. Als u nou scheldt of niet. We gaan het samen moeten doen. Ja? Laat het duidelijk zijn aan velen. Ja, deze vrouw die hier staat. Die gaat voor een beter Suriname. En dan kijk ik niet naar wat deze regering doet. Want als we moeten kijken naar wat deze regering doet. Dan gaan we echt thuis zitten en allemaal boos zijn. En de hele dag gooien met vuil. Maar ja. We moeten verder gaan. We hebben kinderen die naar school gaan. We hebben kinderen die hopen op een toekomst. Zullen we dan blijven schelden? Zullen we dan blijven zeggen van mijn god, dit, dat en dit? Nee. We moeten bijdragen leveren. Ja? Dus heel belangrijk zijn deze aspecten. En ik hoop, Surinamers, dat wij verder kunnen gaan richting een beter Suriname. En ik blijf het zeggen. Suriname is voor de Surinamers. En wij hebben dit land verder op te bouwen. Ik ben het ook niet eens met wat deze regering doet. Maar ik neem tankos ding. Dat mijn luken van Tjara Kondere Konafisi. Dan gaan we nergens komen. Helemaal nergens. Dus nogmaals. We zullen blijven praten over de vele problemen die er zijn, maar we moeten ook praten over de oplossingen. Ja, we moeten ook praten over de oplossingen die we kunnen brengen voor dit geliefd Suriname. Yes, en voor de rest wens ik u nog een hele goed weekend. Ja, en dat alles u goed mag gaan. Nogmaals, de mensen die niet correct zijn, hou iets onder mijn lijf. Weet u dat ik u straks ga blokkeren en uw comments weghalen, zodat u dat weet. En dat we gaan leren om correct te zijn onder mensen hun lives. Je hoeft het niet te volgen, zeg ik nog een keer. U bent niet verplicht. Wat voor mij belangrijk is, is dat we met de comments werken waar we samen kunnen opbouwen. Ja, samen met voorbeelden en oplossingen. Dat is wat we moeten doen. En u heeft een bijzondere taak te verrichten en dat is werken om dit land op te bouwen. En ik zal het blijven zeggen. Ja, en het gaat niet goed met Suriname, maar als we dat blijven zeggen, komen we nergens. Ja, we zijn geen fan van deze regering, maar als we dat blijven zeggen, komen we nergens. We houden niet van de mensen waarop het beleid wordt gemaakt.
Maar als we dat zeggen, komen we nergens. Dus dan weet u dat. En dan kunnen we verder werken aan een beter Suriname. Nogmaals, grand tangi voor het willen kijken naar de live. Ik kom, probeer elke maand zo niet, elk kwartaal als het kan, één keer live te komen. En kijken wat we kunnen doen om oplossingen te brengen. En dat is voor mij heel, heel erg belangrijk. Wij moeten oplossingen brengen. Ja? En wanneer we die oplossingen brengen, dan kunnen we gaan richting een beter Suriname. Yes? Voor de rest wens ik u een fijn, fijn weekend toe. En bedankt voor het willen kijken. Yes? Oké. En ik hou u up to date voor 17 december. Wanneer we beginnen met het project Tapo Yu Krakti, je eigen regie. Prima, groeten, doei doei.